Goedenavond, welkom bij de niet zo serieuze sprookjes. Weer live vanuit de Charlatan. Het beste café in Gent. Jawel, jawel, jawel. Ik heb een foute vriend, een hele goede vriend zelfs, naast mij. Christophe Stienle. Ah, oké. Dank u. Dank u wel. Dank u, charlatan. Ja, dank u. Dat is de toon. Dank u. Ja. Oké, is goed. Christophe, we kregen een opdracht. Fuck you, gast. Ja. We kregen een opdracht van het publiek. Er was eens een bakkersvrouw die meer verantwoordelijkheid wou. Ja, dat wordt een heel fijn sprookje met een mooie moraal. Hier gaan we dan. Er was eens een bakkersvrouw die meer verantwoordelijkheid wou. Janine was haar naam. Heel sympathieke jonge dame, een mooie dame ook. Alleen, ze was van Marokkaanse afkomst. En dames van Marokkaanse afkomst krijgen geen verantwoordelijkheid. Daar is heel hard over nagedacht. Behalve deze, die wou dat absoluut. Die wou dat echt absoluut. Die wou een complete integratie achter het oog van haar bakkerij. Zij stond in de bakkerij van haar man Fouad. Fouad, toffe kerel. Ja, een hele toffe kerel. Absoluut. Goeie bakker ook. Goeie bakker. Absoluut. Maakte zijn broden heel rond en heel plat. Voilà. Maar voor een Marokkaanse bakkerij is dat de norm. Voilà, perfect, perfect. Ze was al zeer blij dat haar naam was veranderd van Jasmina naar Janine. Zodanig dat de Vlaamse buren ook bij haar brood zouden kopen. Voilà. Op een dag komt er een knappe man binnen, Kevin. Een heel knappe man. Ja, Kevin reed met een Golf, met een spoiler. Blond, blauwe ogen. En hij kwam binnen in de bakkerij. En hij zei... Tring, zei de deur van de bakkerij. Ja. En hij zei, dag, Janine. Een brood voor mij. Dag, meneer, zei Janine. Dag, meneer, welk brood wilt u? Een groot rond en zo'n langwerpig ook. Nee, wij doen alleen plat en rond. Ja, maar ik wil een groot rond gesneden. Maar ik kan misschien twee platten naast elkaar leggen en dan is dat één lang. Ja, maar gesneden. Gesneden met wat? En toen wist Janine het. Ik mag dat niet snijden. Ik heb die verantwoordelijkheid niet te nemen. Als ik deze brood snij, wordt mijn vent zot. Dan heeft hij zoiets van, dit is geen pitazak, jongen. Hier verkopen wij onze broden volledig. Volledig. Rond, niet gesneden. Gesneden is voor homo's en Janette. En Janine had zoiets van, wow, deze is hele foute taal. Deze is zo fout van mentaliteit ook. Dacht ze. Ja. Ja, Janine vond dat echt. En toen plots kreeg ze een ongelooflijk idee. Ze wist het te omzeilen. Het feit dat ze de verantwoordelijkheid niet kreeg om het mes te mogen vastpakken, laat staan te snijden, het brood dan, van haar man Fouad, wist ze plots, hey, ik heb een idee. Kevin, pakt jij dat mes? Houd jij dat mes vast? En Kevin nam dat mes vast. Ja, en Janine nam het brood. En ze ging naar het mes en ze begon gewoon te schudden met het brood. En zo snee Janine, zonder enige regel te overtreden, toch het brood. Want Kevin had het gesneden. Ja, Kevin voelde zich wel een beetje misbruikt, als een soort nieuwe broodmachine. Had hij ook niet echt verwacht. En omdat hij werkloos was, begon hij vast te werken in de bakkerij van Janine, als Kevin het broodmachine. Ja. En Janine begon Kevin echt wel graag te zien. En dat was ook een probleem voor Fouad. Fouad maakte eigenlijk van alles een probleem. En nu was Kevin een nieuw probleem in de bakkerij. Maar Janine wou de verantwoordelijkheid pakken en zeggen van, hoho, ik mag in de bakkerij zitten wie ik wil. Ja, die verantwoordelijkheid mag ze nemen. En ze zei, Fouad, nu is het gedaan, gast. Serieus. Vanaf nu is Kevin vast hier, oké? En die is nu de broodsnijmachine. Voor altijd Fouad, zei ze. En zo geschiedde. En binnen de paar weken had heel de buurt een job in de bakkerij. Heel de buurt. We hadden Bruno die het meel kwam versnijden. Want dat moest echt heel dun zijn. Ja. En in die buurt kon er ook wel eens vermengd worden met andere dingen. En dan werd dat onder de toog verder verkocht. Ja, de Jan, de Jeff, de Jos. De ene stond in voor het marsepein, de andere voor de chocolat, de andere voor de nootjes. Je weet wel, zo'n ding. Ja, en Hilde stond in voor de pudding. Ja, dat was gewoon zo. En Fouad moest het gewoon leren aanvaarden.
En hij aanvaarde het. Hij, zoals men zou zeggen, integreerde eigenlijk. Hij integreerde en hij besefte inderdaad, vrouwen zijn slim. Vrouwen zijn slimmer dan mannen. En dat zei hij ook. Hij zei, Janine, je bent kwino slim geworden. Sinds dat je verantwoordelijkheid hebt genomen, draait de bakkerij beter dan ooit. Voilà. En Janine zei, ja, voor wat? Maar dat komt omdat ik die verantwoordelijkheid echt zelf heb genomen. Hè? Ik heb die in mijn twee handen genomen. Die verantwoordelijkheid. Ik heb gezegd, die Kevin, die is van mij. Ik ga er iets mee doen en die gaat mijn toekomst bepalen. En ik heb verantwoordelijkheid genomen. En de bakkerij draait nog steeds. Gouden uren. Staat er nog altijd. Duizenden broden worden verkocht. Steeds niet ontploft. En wat in Antwerpen niet zo evident is. En wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat weet ik niet. Dat als je echt verantwoordelijkheid wilt nemen... je een Kevin nodig hebt. Die niet snapt wat hem moet doen... maar die dat jij eigenlijk constant kunt misbruiken als machine. Zit hier een Kevin in de zaal? Nee. Ik zal het ook niet zeggen. Je staat in een bakker. Oké, okay, ja. Snap wel.